Het is de dag van de ruil. In Maarsen is iedereen gespannen. Dat is heel groot avontuur voor mij. Met mijn kind en met mijn moeder. Mijn moeder is ook jarig, dus het is heel groot, bijzonder avontuur voor ons. Ciao. Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Ja, het mag alles zijn. Het kan een appartement zijn, een flat zijn, een rijtjeswoning, een hoekwoninkje. Nou, ik hoop niet op een kat. Maar... Ja, heel spannend. Daar gaan we. Oh, wat heftig. Ik ga het zo missen. Gas erop. We hopen om dat het leuk gaat worden en dat we lekker kunnen wandelen. Yes. En gaan we ook shoppen? Dat gaan we zien. Ik hou van dieren. Kijk toch, boerderij. Toch dieren. Leuk. Gaan we hier slapen? Kijk, paarden. Oh, we gaan ook op paarden rijden. Oh nee, toch? Ik wil paardrijden. Dat is een beetje mijn droom uitgekomen. Zo groot. Aan de buitenkant mogen ze iets verven, daar aan die kant, hè? Zo. Jeetje, wat is dat dan toch eigenlijk anders, hè? Je realiseert je het gewoon niet. Nee. Nou, daar zijn we. Ja. Oh, sweet. Oh. Groot aardje. Oh. Hè? Veel kleuren, veel dingetjes. Wat is dit hier? Oh. Groot, hè? Beatrix. Uh-huh. die hoed van Beatrix lijkt, zegt mijn moeder. Ja. Mooi. Ja. Zo. Oh, wat spannend. Dat is even leuk. Oh, kijk. Zo. Jee, wat leuk, wat gezellig. Geweldig. Kom niet tegen het zonnetje. Nou, wat is er? Kijk, dit zijn toch wel. Het moeten genieters zijn. Nou, dit is echt een unieke plek, hè, het zonnetje. Heerlijk. Een keurige keuken. Het is wel erg karig allemaal, hè? Maar goed. Kijk. Echte paard ga je zien. Wauw, die is helemaal bij ons. Die heeft vlechten. Wow. Lief. Kijk, hier is ook nog één. Oh jee, Arne, dit behang. Ach, lief briefje. Dit mag je lezen. Ach, lief hoor. Oh, die deuren die zijn ook heel gevaarlijk. Oh jeetje. Zie je, wat is dit dan? Ik snap er nu helemaal niets meer van. Zou hier ook een kindje slapen? Ja, denk het wel. Of misschien slaapt het kindje wil je. Dat dit toch de kamer van de ouders is. Jeetje, dit is heftig hier zeg. Ja, ik weet het niet hoor, of het een bed is. Ja, ik denk het wel. Ja, kijk. Het is een matras, het is opgemaakt. Hoe doe je? Nee, dat is een éénpersoonsbed. We zijn er allebei wel een beetje stil van. Ja, we zijn heel stil van. Ja. Dit is heel heftig. Dit geloof je bijna niet. Je gelooft het niet. Ga je tellen? Ik ben een beetje duizelig geworden door al geld. Zoveel geld heb je niet bij elkaar gezien. Oh. Nee. 300, 400, 500, 600, 1100, 1200, 1500 euro. Ja, is onze budget. En hoeveel hebben wij gelaten voor de mensen? Iets van... 60 euro. Ik kan niet geloven gewoon dat zoiets kan ik meemaken in mijn leven. Zomaar iemand in mijn huis en dat ik mocht in hun huis. En toch achter zoveel geld laten ze aan ons te besteden. Ik voel me een beetje schuldig. Huh? Voel je schuldig? Waarom? We hebben niet zoveel biljetten thuis. Goeie meisje, goeie hart.
Echt goede hart heb je. Daar gaan we het weekgeld doen. 20, 40, 50, 55. 60 euro. Jeetje. Ik hoop dat die mensen nog een voedselbank hebben of iets anders. Weet je, eigenlijk is die 60 euro is het hetzelfde bedrag dat wij in onze auto gooien om ons kleinkind te halen voor paardrijles. Ik vind dat heel erg ingewikkeld. Ja. Wat gaan we doen eigenlijk? Nu hebben we de entrecote erop, dus die kunnen we eventjes goed om en om doen. Want je moet niet te gaan. Nee. De worstjes mogen open. Ja, mogen. Ja, prima. Dat is weer wat anders leuk dan thuis. Echt. Barbecue. Ja, deze die kunnen er ook op. Hebben we al lang, niet gegeten. Echt waar? Ja. Mama, kijk. Vlees gemaakt. Lekker gegaan. Nou, echt? Ik zou zeggen, eet smakelijk, lieve familie. Okay. Ja? Dank je. Veel plezier. Ja. Ik wil danken voor de mensen. Het is mijn droom uitgekomen. Echt. Proost. Gezellig dat jullie hier zijn. Ja, heel graag. Ik verder. Ik heb Marokkaanse tagine gemaakt. Oh. Ik weet niet of jullie het kennen. Heerlijk. Nee, ik ken het niet. Nou, ik wel, ja. Ja. Omdat ik ook wel eens één keer in de week of twee keer in de week Anna wat eten breng of boodschappen of iets. Nou, deze week hebben ze ook nog een ceremonie of zoiets. Dan moeten we ook nog een cadeau kopen van de 60 euro. Dat is van mij, ja. Oh, en wat is de ceremonie dan? Nou, mijn jongste dochter gaat trouwen. Oh. Ja, dat noemen wij dan gorza. Dat betekent dat de bruid het huis verlaat. Dan komt er ook muzikanten, toeters en bellen. Oh, spannend. Ja. Hallo. Dag, goedemorgen. Wij zoeken een taart voor mijn moeder. Een onze taart oma. Voor je moeder, oké. Okay. Het is heel bijzondere leeftijd, 70 wordt ze. Dus het moet een feestelijke taart worden. Ja, echt. Wat vindt oma lekker? Frambozen. Mm-hmm. En ook van die kleine koekjes wat ze op die taart zag. Ze weten we niet. Er zijn macarons. Die vind je ook lekker? Die heb ik nog nooit geproefd. Die heb je nog nooit geproefd? Ja, nou, dan dat kan ik regelen op de taart. Ja? Wauw. Is dit mooi? Dit is hartstikke mooi, ja. Zo. Leuk. Even kijken, 35 euro. Het is best wel een dure taart. Maar ja, we kunnen nu eindelijk besteden. We hebben geld. Kist. Kijk eens, alsjeblieft. Gouden glitters. Gouden glitters. Dankjewel. Okay, doei. Lekker, hè? Ja. Wat is dit? Nee, dit gaat niet, jongens. Dit is echt vreselijk. Dit is echt iets... het is toch vreselijk om te zien dat... dat er weinig in de koelkast staat en wat erin staat, dat de helft daarvan nog verschimmeld is ook. Wat zeg je er? Ja. Ikido doen, mama. Mooi taart? De duurste taart ooit. En mooiste taart. Gaan boos op. Lekker. Dan moet je je voorstellen, hè? Dat dit dan je enige uitje is van de dag. Ongelooflijk. Er is heel veel hondenstront hier. Dan zit je dus je bloemetjes te plukken in de hondenstront. Nee, ben je mooi. Jeetje. Ben je mooi? Daar word je toch van... Wat ben je mooi? Dat is toch wel weer pittig, dit. Kijk, daar spelen dus kindertjes. En dan heb je hier dus gewoon prikkeldraad. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld ook in je hoofd. Ja, dit is wel even pittig... Wij zouden naar de winkel gaan om bloemetjes te kopen, hè? Hondenpoep, prikkeldraad, afval. Mijn schoen onder de hondenpoep. Ik zit helemaal onder. Nou, een mooi boeketje, toch? Ja. Kom, we gaan. Goedendag, hallo. Bloemetjes. Arjen, kijk. Wat? Dit is jouw leuk. Oh, dit is maar bijna meer dan mijn weekgeldje. Mooi, hè? Ja. En vergeet niet ook wat voor jezelf te kopen, hè, mama. Oh, dat weet je dat zegt. Komt goed. Dat komt me goed, hè? Eerst lekker voor jou, kan. Eerst jij. Eindelijk. Mijn kind kan aandoen wat ook ik vind leuk en ook zij vindt leuk. Kiezen. Oh, superleuk. Ja, echte prinses. Ja, leuk. Mama. Oh, ben je blij? Goed zo. Het is anders. Maar vind je het mooi? Ik
elegant, sportief, vind ik. Ja? Deze... Sorry, ik vind het echt heel mooi. Ja? Ja, ja, heel mooi. Andere vrouw. Andere vrouw. Ja, elegante, chique vrouw. Beetje mijn gevoel van binnen. Beetje als je vlindertjes krijgt in mijn wijk. Word ik verliefd op mezelf. We hebben ook verandering in ons. Ik ben blij voor mijn dochter. Ik ben blij voor mezelf. Arne en Nicole hopen bij de plaatselijke kringloopwinkel iets moois te vinden voor het aanstaande bruidspaar. En tevens een kleinigheidje te scoren om achter te laten als bedankje voor de ruilweek. Dat is grappig, hè? Oh, dat zou ik eigenlijk zo graag willen kopen, maar daar word ik onzeker van, denk ik. Nee. Zou die het nog doen? Dat is nou, ik ga het toch meenemen, want de connectie is toch heel bijzonder. De tijd tikt. Nou, goed geslaagd. Altijd feest bij de kringloop. We zijn er. Het is bij elkaar €12,95. 11. Wow. Arne en Nicole mogen van de kringloopwinkel iets uitzoeken voor het gezin, omdat de medewerkers geraakt zijn door het verhaal van de Matevas. Arne en Nicole hoeven niet lang na te denken over wat dat moet zijn. Dit is wel echt de tafel. Mochten ze hem niet leuk vinden qua kleur, kunnen we hem altijd nog eens komen schilderen. We gaan terug naar huis met een heel voldaan gevoel. Die tafel en die vier stoelen, dat is natuurlijk echt een groot cadeau. Zo, meisje. Het is heel leuk, denk ik. Ga maar spelen. Kijk, dat doe je heel goed. Kijk, kijk, kijk. Doe leuk. Het is een prachtig gevoel. Mama. Het is net alsof we hele leven gedaan. Zo voel ik het. Leuk, hè? Ik vind het heel leuk om haar zo te zien. Ik zie haar genieten, echt genieten. Mijn binnen is helemaal bloemetjes, hartjes. Net alsof ben ik op de zevende hemel. Dan ga je paard draaien. Ja, 17 jaar. Mijn moeder is zo blij. Wat een leven. Om zo te voelen. Vrij. Mama, hoe voelt het? Goed. 17 jaar. 70 jaar. Ja, echt mijn twee lieve mensen. Van mijn leven. Hallo, hallo. Prachtig. Hi vriend. Hallo. 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 Spannende dag. Ja. Ik heb zo'n mooie jurk aan. Ja, staat je prachtig. Ik ben Arne. Hoi, ik ben Ida. Dit is nou, van Khadija. Oh, leuk kennismaken, Arne. Moeder en dochter zijn heel close. En niet alleen moeder en dochter, gewoon iedereen is heel close. En dan is het gewoon heel erg uit het hart en heel oprecht wat er gebeurt. En dan arriveert de bruidegom om zijn bruid op te halen. Wat een emoties allemaal, hè? Ja. Dat wij zijn uitgenodigd is wel heel erg eervol, hè, eigenlijk. En dan ineens zit je gewoon helemaal in de familie. En dat gaat gewoon heel snel. Bijzonder hoe dat allemaal gaat in zo'n familie. De Matevas sluiten de week af met iets waar normaal gesproken nooit geld voor is. Een beautydag. En naar deze dag hebben Anna, Arjine en oma jarenlang uitgekeken. Heeft hij er zin in? Ja. Ja? Oké, okay, gelukkig. Lekker gaan genieten. Heb je ook glitterroos? Ja, kijk. Het zijn glitters met roos. Ja. Vind je die mooi? Ja. Leuk. Heb je vaker een gezichtsbehandeling gehad? Eerste keer. Eerste keer, wat leuk zeg. Ik zou ook later deze werk willen doen. Ja? Ja. Nou, dat past wel bij je hoor. Ik ben benieuwd hoe gaat het met mijn moeder. Nou, dat snap ik. Maar het blijft nog even een verrassing hoe mijn moeder eruit komt te zien. Wauw, mooi. Check. Anders. Ja, ik zit natuurlijk. Ja, goed zo. Hey, toen ik in de spiegel kijkte, ik zag een nieuwe vrouw. Mooi. Anders dan anders voel ik mij licht. Het is vlinders in mijn buik. Kleine prinsesje. Echt... leuk. Echt wonder. Blijheid.
Ik ben zo blij. Gelukkig. Alles in elkaar. Ben je me mooi? Oh. Yeah. Goed! Oh. Ik ben natuurlijk er dan. Daar word je toch ontroerd van, dat ze dan dit wel, ze hebben niets. En in zo'n kast staan alleen 4 champagneglazen. Om de dochter te laten voelen dat ze uit eten mag. Dat is echt geweldig. En bij gebrek aan bubbels deze week worden de bokalen gevuld met kraanwater. Zullen we gaan proosten? Proost. Op onze mooie week, samen. Uit eten thuis. Uit eten thuis, thuis uit eten. Kan je nagaan, wij, voor ons is dit nu eenmalig. Maar voor hun is dat natuurlijk heel vaak. Cheerio. Cheerio. Het is zo leuk geweest. Het herinneringen neem ik mee. Wat ik heb met mijn moeder en mijn dochter meegemaakt hier. Dat zal nooit iemand van ons afpakken. Nee. Ga je die paardjes missen? Ik ook. Deze jurk heb ik gekregen nog, hè? Gisteren stuurde Kadisha een appje. Je mag de jurk hebben nou. Zo lief is het dus allemaal. Nou, dat was het dan. Het is toch ook wel weer apart om hier weg te gaan. Eindelijk thuis. Oh, weer. Oh, wauw. 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 Oh. Wat is dat? Oh. Oh. Ik ben echt zo erg verbaasd, mama. Dankjewel. 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 We hebben eettafel. Hé, hey, daar zijn ze! Hey. Eens kijken, hier, Lucky. Ik heb mijzelf ook gevonden hiermee. Bedankt. We houden veel van jullie. I love you. Mooi, hè? Mooi.